Het ministerie van Justitie en Politie en vijf samenwerkende Lionsclubs hebben vanmiddag een memorandum of understanding getekend voor de opzet van een praktijkgebouw. Het gebouw komt ten behoeve van het jeugdcorrectiecentrum te Santo Boma. Justitieminister Kenneth Amoxi zei te hopen dat het traject van de bouw heel gauw wordt afgehandeld, zodat de belanghebbende organisaties er gebruik van kunnen maken. Het ministerie van Justitie en Politie zal tijdens de uitvoering van dit project ook worden bijgestaan door het ministerie van Openbare Werken.